大家好，我是 Martin，你们的荷兰语老师。今天我姐姐来了，我姐姐叫 Sandra，这是一个听力课，所以我和我的姐姐，我们会用荷兰语聊天儿，然后你可以看看你听得懂还是听不懂。如果你听不懂的话，也没问题，因为我会加那个荷兰文的字幕。在下面，好吗？好，听一下。Hello, Sandra。Hoi, broer. Who is it? Ja, goed. En met jou? Ja, met mij ook alles goed. Ik heb een vraag voor jou. En de vraag is: heb jij huisdieren? Ja, ik heb huisdieren. Ik heb een hond en een kat, kippen. Vissen en vogels. Ah, oké. Heel veel huisdieren dus. Hoe heten de huisdieren? Hebben ze allemaal een naam? Ook de vissen? Of welke dieren hebben een naam? Nee, alleen de huisdieren die binnenleven in huis hebben een naam. En dat is de kat. En de kat heet Guus. Die is er op het moment niet, maar ik heb ook nog een hond en de hond heet Bobby. Bobby, Is hij daar? Oh, Dit is daar is hij, Bobby. Bobby. Ja. Oké. En Hier, Bobby. Hier zo, kijk, ja. hallo, Bobby. Hallo. Hij hoort me niet. Nee. Of hij wilt me niet horen. Dus je hebt eigenlijk twee huisdieren die binnenlopen, binnenleven: een kat en een hond. Ja. Hoe oud is Bobby? Hoe oud is de hond? Bobby is 3 jaar. Ah, oké, 3 jaar. En Guus, de kat, hoe oud is Guus? Guus is 12. Ah, oké. Dus dat is al een Dus oudje. Guus, ja, dat is een oudje, dat is een oudere kat. Dus je hebt een kat en je hebt een hond. Ja. Wat zijn de voordelen en nadelen van een hond? Nou, de voordelen zijn dat het gezellig is, dat het een gevoel van veiligheid geeft, omdat als je in bed ligt en er is een geluid wat hij niet kent, dan gaat hij waken, dus dan blaft hij en dat houdt dieven op afstand. Je moet veel naar buiten. Dat vind ik een voordeel, maar dat kan ook een nadeel zijn, want je kan niet een keer overslaan. Dus je moet altijd rekening houden met je hond. Hij gaat gemiddeld 3 keer per dag naar buiten voor een wandeling. 's ochtends, 's middags en 's avonds voordat hij gaat slapen. Het kost ook geld, een huisdier, als je er goed voor wil zorgen. En als ik ga werken een hele dag, dan gaat de hond naar de opvang en dat kost ook geld. Ja. Dus je hebt wel een verantwoording. Die opvang, dat is echt best wel iets Nederlands, denk ik. Want ik heb het in China bijvoorbeeld nog nooit gezien. Dus een opvang is een plek waar je je huisdier brengt als jij gaat werken. Klopt dat? Ja, dat is voor honden. In Nederland heb je verschillende mogelijkheden als je aan het werk bent voor een hond. Je hebt ook hondenuitlaatservice, die komen aan huis jouw hond uitlaat als jij er niet bent tegen betaling. Maar wij hebben hier 5 minuten vandaan een hondenopvang. En daar, het is een soort crèche, maar dan voor honden. Ja. Ze En vindt spelen Bobby het dan. leuk? Leuk om er naartoe Ja, te gaan?
Ze spelen dan met elkaar. Bobby is er altijd heel moe van. Want het is ook goed voor een hond. Want ze leven normaal in een roedel. En daar zitten ze ook in een roedel. En dan hebben ze bepaalde rangorders. En in het begin was hij heel druk. En dan wordt hij ook door de groep afgeremd. Dan zeggen honden hey, hey. En dan wordt hij ingesloten. Zodat zijn energie ietsje lager gaat. Ja. Oké. En je hebt ook een kat, Guus. Wat zijn de voor- en nadelen van een kat? Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik hou eigenlijk helemaal niet zo van katten. Ik vind een nadeel van katten is dat ze overal op kunnen. Dus ook bij je keuken. Ze kunnen overal opspringen. Dat mag hij niet, maar dat doet hij wel, zeg maar. Dus dat vind ik een nadeel. Een kat neemt ook wel eens een vogel die hij gevangen heeft buiten mee naar binnen als cadeautje en gaat hij dan opeten. Dat vind ik ook een nadeel. Ja. Een voordeel is wel, hij is ook wel, het kan ook wel gezellig zijn. Hij wil altijd lekker bij je liggen. Hij vindt het ook heel leuk met de hond. Hij wil het liefst op de hond gaan liggen, maar de hond vindt dat zelf een beetje eng. Ja. En het voordeel van als je een kat hebt en geen hond, is een kat heeft minder werk, want wij hebben een kattenluikje. Dus hij kan zelf naar binnen en naar buiten door dat kattenluikje. Dus je hebt toch de gezelligheid, maar je hebt er minder werk aan als dat je hebt aan een hond. Ik vind wel dat bij een kat die verhaart meer, dus qua schoonmaakwerk in huis, heb je meer werk door een kat. Ja. Oké. En je hebt ook vissen en vogels en kippen. En die leven allemaal in de tuin. Heb je een grote tuin? Ja, wij hebben een hele grote tuin. Zal ik het even laten zien? Dat kan, ja. Laat me even zien. Dit is de deur. Gaat open. Kijk, Oh ja, hier ja, ja. leven de kippen. Oh ja. En 's nachts gaan ze in het huisje. En de vogels die leven achter het huisje in de volière en die kunnen ook naar binnen. Ja. En hier leven de vissen in. Het is een vijver, noemen we dat in het Nederlands. Even kijken of ik ze zie, de vissen. Nee, ik denk niet dat je ze kan zien. Jawel, ik zie ze wel. Oké. Ik zie er vier vissen. Ja, en we hebben nog Heb je nog wel een wifi? vijver. Je nog wel wifi daar? Of wifi zeggen we in Nederlands, hè? Wifi is eigenlijk Engels. Oh ja. En onze tuin, die loopt tot aan het hek. Achteren. Ja. Dus we hebben wel een grote tuin. En daarachter is dat gewoon boerenland, denk ik. Achter Ja. dat hek. Oké. En die kippen, die leggen ook eieren? Ja, oh, nu zie je ze, de kippen. Ja, nu zie ik ze. En die leggen ook eieren? Die leggen ook eieren, ja. We hebben één. Je hebt verschillende soorten kippen. En wij hebben één legkip ertussen zitten. En die legt elke dag één ei. Ah, De oké. andere kippen zijn krielkippen. En die leggen eigenlijk alleen van in het voorjaar en in de zomer elke dag een ei. En nu af en toe. Ah, oké. Dus en eet je elke dag een ei van die kippen? Of wat doe je met die eieren? Elke dag eet je er eentje? Nee, we eten wel vaak eieren. Ik maak graag in de ochtend bananenpannenkoekjes en dat doe je met ei. Dus Ah, ja. oké. Ja. Bananenpannenkoekjes, dat is met banaan en met ei. En die bak je dan in een pan.
Ja. En dan een beetje kaneel erop, een beetje fruit erbij. Oké. Lekker, 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 lekker. Oké. En ik heb nog één vraag. Je hebt een hond, een kat, kippen, vissen, vogels. Kan er nog een dier bij? Zou er ooit nog een dier bij kunnen komen in tussen al deze andere dieren? Of zeg je nee, genoeg? Dat zou wel kunnen, maar ik zeg nee, dat is genoeg. Want ik wil ook nog op vakantie kunnen of Ja. naar mijn familie. Oké, okay, ik heb nog een vraag voor onze kijkers. De vraag is: heb jij huisdieren? Als je ook huisdieren hebt, vertel er dan wat aan ons, aan mij en Sandra. Vertel wat voor huisdieren je hebt. Heb je een hond? Misschien een kat? Misschien kippen, vissen? Laat het ons weten. En dan zal ik erop reageren. Oké? Oké, nou, tot de volgende keer, San. Ja, tot de volgende keer. Oké, doei doei.